concertserie Proefkamermuziek komt hier in Bokstel eigenlijk naar aanleiding van activiteiten rond ons nieuwe orgel. Er was eerst sprake van een benefietconcert, maar iets veel groters is eigenlijk op ons afgekomen. Een serie van 4 topensembles die in Bokstel muziek komen maken. Ja, dat is ontstaan vanuit ondernemerschap, met name vanuit de ensembles zelf. En bijzonder is ook om te vermelden dat die ensembles 100% zelf risicodrager zijn. Het heeft alles te maken met het klimaat waar kunst en cultuur, en niet alleen kunst en cultuur, op dit moment mee te maken heeft. Dus men is op zoek naar nieuwe formats, naar nieuwe concepten. En dit concept, Proefkamermuziek, is daar een uitstekend voorbeeld van. Een avond in de Proefkamermuziek, dat begint met een inleiding in de protestantse kerk. Daar kun je iets te weten komen van de muziek die gaat klinken. Daarna vertrek je naar de Petruskerk, dan de Petrusbasiliek. Daar hebben we dan een concert van ongeveer 5 kwartier, zonder pauze. Daarna gaat het publiek lopend langs de cultuurhistorische as naar podium Bokstel. En daar ontmoet het publiek de muzici. En daar is ook gelegenheid om wijn te proeven. Voor podium Bokstel is de nieuwe serie precies passend in de ontwikkeling die het podium doormaakt. Podium Bokstel wil niet alleen een accommodatie zijn, maar juist ook veel meer een programma. En daar sluit deze serie naadloos op aan. De concertserie Proefkamermuziek is ontstaan uit een contact met Jan-Willem de Vriend. Hij heeft hier gewoond in Bokstel en we zochten hem in verband met een benefietconcert. In ons feestjaar 2012 is hier een nieuw orgel geplaatst en hij zou mogelijk ons kunnen helpen daarbij. Het initiatief kwam uit Amsterdam om niet dat te doen, maar die serie hier in Bokstel te laten spelen. Nou wordt er gezegd, een abonnement maakt dat je gaat. Ja, in het geval met het Conventementenconcert Amsterdam is het wel zo, een abonnement maakt dat je kunt gaan. En kom toch vooral, want het is zo leuk voor ons ook als ensemble om je vaste publiek je ervaringen mee te kunnen delen. Het eerste concert vindt plaats op 28 september, vrijdag 28 september, door het Conventementenconcert Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend. En op het programma staan werken van Händel en ook het orgelconcert van Stanley. In januari volgt het Nederlands Kamerkoor. In april speelt het Nederlands Blazersensemble. En in mei Amsterdam Sinfonietta. We verwachten al heel veel publiek. Daarom hebben we voor deze keer bedacht dat er ook een inleiding zal volgen in de Sint-Petrus. Dus kom je bij de protestantse kerk aan en je kunt er niet meer bij, dan kun je aansluiten in de Sint-Petrus.